Hij is pas 14 jaar oud en nu al een veelbelovende naam binnen de klassieke muziek. Roy van Vught is leerling van het Gymnasium Haganum en schitterde onlangs in een video waar hij samen met het Holland Barok Orkest optrad in het Koninklijk Paleis op de Dam. Ik ben dus gevraagd door Holland Barok om met hun samen een stuk op te nemen, namelijk Ombra Mai Fu van Händel. En ja, toen zijn we dat gaan opnemen en dat was een hele fijne samenwerking. Ja, zo is dat tot stand gekomen en daaruit hebben we een mooi filmpje gemaakt. Mijn moeder die heeft toen ik heel klein was op de peuterspeelzaal al te horen gekregen van een docent dat ik heel goed kon zingen. En toen heeft ze mij gestimuleerd om te gaan zingen en toen heeft ze mij op een koor gezet. En sindsdien begon ik eigenlijk het zingen echt heel erg leuk te vinden. Ging ik ook zelf optreden, doe ik ook mee met verschillende concerten. En een paar jaar geleden ben ik aan het conservatorium gaan deelnemen. En sindsdien is het nog meer een passie geworden. En vind ik het echt heel erg leuk om te doen. Roy is echt een heel bijzonder talent. Ik geef les aan veel jongens van het Nationaal Jongenskoor. En ik merk dat ik gelukkig meer talenten onder mijn hoede heb. Maar Roy is wel iemand die eruit springt, omdat hij ongelooflijk begaafd is. Muzikaal, supermooie stem en iemand die het waanzinnig snel oppikt. Ik leer hoe ik moet zingen eigenlijk, op een goede manier. En ook hoe ik goede techniek kan gebruiken daarvoor. En ook hoe ik mezelf tot expressie breng bij anderen en hoe ik zeg maar mezelf presenteer als ik ga zingen. Ik wil eigenlijk wel echt naar de top van de wereld. Echt gewoon een goede tenor of een hele goede bariton. Dat soort dingen die staan wel echt op mijn droomlijst.